Yo, Nintendo fans! Er komt een nieuwe Zelda game uit die zich 100 jaar afspeelt voor Breath of the Wild en... Wat? Ik heb er zoveel zin in! Dit wordt zo vet! We gaan allemaal nieuwe dingen leren over The Legend of Zelda Breath of the Wild door deze game. Hij heet Hyrule Warriors Age of Calamity. En voor de Wii U was er ook ooit een Hyrule Warriors game gemaakt. En die Hyrule Warriors game, die ging over heel veel verschillende Zelda games en dat was een beetje overkoepelend. Deze Hyrule Warriors gaat alleen over hetgeen wat er is gebeurd 100 jaar voor The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nintendo heeft de eerste trailer online gegooid en wij gaan scène voor scène kijken wat het inhoudt. Maar voordat we beginnen, doe alvast dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. Let's go! The history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon. In het begin horen we Impa praten, die we ook horen praten als voice-over in The Legend of Zelda Breath of the Wild. We zien een grote afbeelding van Ganon die iets afwijkt van de afbeelding in Breath of the Wild. In het volgende shot zien we allemaal Guardians die het dorpje voor het kasteel van Hyrule innemen en compleet afbranden. We zien overal vuur en we zien overal rook en we weten dat dit het lot is van Hyrule. Dit is allemaal beschreven in Breath of the Wild en... Het doet pijn om te zien wat er is gebeurd. Waarom de wereld van Hyrule zo leeg is in Breath of the Wild. Waarom alles zo kapot is. En hier zien we dus hoe dat is gebeurd. En dat doet pijn. Je weet dat het gebeurd is, maar hoe? En daarom vind ik het volgende shot zo nice. I think you are now ready. Ready to hear what happened. 100 years ago. De aanval van de Guardians was snel en het maakte echt alles kapot. Kasteel Hyrule was een van de eerste plekken die helemaal kapot ging. We zien de donkere smurrie omtrent kasteel Hyrule vliegen en dat is natuurlijk hoe het is in Breath of the Wild. Althans nog niet helemaal, want Ganon is daar dan nog niet. En dan horen we de koning praten en woesh! Dan zien we hoe kasteel Hyrule vroeger was in al zijn pracht en praal. Dit zou letterlijk 3 of 4 uur voor de aanval van al die Guardians kunnen zijn. En wat ziet dit er mooi uit. Maar nog even terug naar die Guardians. Die komen waarschijnlijk pas een beetje aan het einde van het verhaal in deze game. Want dat is hoe het verhaal ging. Het kwaad zorgde er natuurlijk voor dat opeens alle machines zich tegen Hyrule keerden. Ganon had ze in zijn macht. Maar dat was pas op het allerlaatste moment. In het volgende shot zien we Link. En hij is klaar om te battlen hoor met zijn zwaard. Alleen... Dit is niet het Master Sword. Dit is gewoon een Broadsword. Oftewel, het zwaard wat gewoon iedere guard van Hyrule had. Dit was helemaal nog geen bijzonder zwaard. En waar is dat zwaard? Betekent dit dat we het Master Sword alsnog moeten gaan zoeken en vrijspelen in Hyrule Warriors Age of Calamity? Of gaan we verder terug? Krijgen we nog een flashback naar de tijd inderdaad dat Link het Master Sword niet had? De volgende 2 shots zijn Zelda. En ik vind het moeilijk te bepalen op welke plek in de tijd het is en waar dit precies is. Het is in ieder geval in Hyrule Castle. De zon schijnt, ze is nog redelijk rustig, zo lijkt het. Dus het is in ieder geval voor de laatste aanval, voor de aanval met de Guardians. Maar voor de rest zou ik het niet weten. Ik hoop wel dat we echt veel meer gaan zien van kasteel Hyrule. Want in Breath of the Wild zijn heel veel deuren en wegen afgesloten, omdat het halve kasteel natuurlijk kapot is. Maar hier is het kasteel nog heel. En dat betekent dat je in principe overal naartoe zou moeten kunnen. Ah, die gedachte, jongen. Dat lijkt me zo vet. Vervolgens zien we een shot dat het kasteel nog heel is. En de eerste aanvallen op het kasteel beginnen te komen. We zien maar een paar kanonnen. Maar vooral heel veel soldaten die mee gaan vechten. En het valt dus op dat dit nog niet de Guardians zijn. Dus op dit moment denkt de koning waarschijnlijk dat er nog niet zoveel aan de hand is. We zien een Moblin die zijn weg slaat. Oh. We zien een Moblin die de Bokoblins gewoon keihard aan het smacken is. Het maakt niet uit wie er voor hem staat. Daar kijkt hij niet naar. En we zien dat Link op hem afrent. Link heeft hier dus nog niet het Master Sword. Hij heeft ook nog niet het Hyrule Shield. Maar wat het meeste opvalt, is dat hij hier nog geen Sheikah Slate heeft. En dat is best gek. Nou ja, niet als je naar de chronologische volgorde kijkt. Maar het is gewoon gek om Link zonder Sheikah Slate te zien. Omdat we dat zo gewend zijn uit Breath of the Wild. En het volgende shot geeft daar duidelijkheid over. Want we zien hier Mipha en Zelda met het Sheikah Slate. En dat is op zich logisch, want Link kreeg natuurlijk de Sheikah Slate pas op het moment dat hij 100 jaar later wakker werd in Breath of the Wild. Dus kunnen we stellen dat Link in deze Hyrule Warriors game zonder Sheikah Slate gaat vechten en Zelda met Sheikah Slate? En dan... Revali! En zit Revali in een battle met Link? Als je dit stukje wat langzamer afspeelt, zie je inderdaad dat Link
keihard uithaalt met zijn zwaard en dat Revali er overheen springt. Vervolgens zit Revali in zijn rug en dan zal Link zomaar eens aangevallen kunnen worden. Hebben Revali en Link ruzie? Revali was natuurlijk wel altijd de meest arrogante van de vier champions. Is die altijd al geweest? Kan die niks aan doen? Of is dit gewoon een trainingsbattle? Want misschien moest Link ook wel trainen en Revali zocht een waardige tegenstander. Ik gok op het laatste. En als je naar de achtergrond rechts in het shot kijkt, dan denk ik dat dit inderdaad in de buurt is van de stad van Revali. Rito Village. Oké. En nu wordt het interessant. En een beetje raar. Want in het volgende shot zien we Link een bom werpen die alleen maar met een Sheikah-sleet kan werpen. Maar kijk naar zijn heup. Hij heeft geen Sheikah-sleet. Dus hoe kan die bommen hebben? Want verderop in de trailer zien we dat Zelda inderdaad het Sheikah-sleet bij zich heeft tijdens een battle. En het klinkt niet meer dan logisch dat Zelda het Sheikah-sleet de hele game gewoon bij zich houdt. Dus hoe kan Link deze bommen gebruiken? Ja, dat is nog een beetje een gat in het verhaal. Een gat in deze trailer. Misschien weet jij het antwoord al. Drop het even in de comments. We weten wel dat er meerdere Sheikah-sleets zijn, want Pura heeft dat namelijk ontdekt. Alleen, dat was toen Link aan het slapen was en na The Great Calamity. Dus dit is qua tijdlijn een beetje gek. Wat wel vet is, is dat we nu die basissen helemaal op kunnen blazen. Dat ze gewoon echt kapot kunnen. Hyrule Warriors werkt met spawn points van enemies. En die spawn points moet je dan kapot maken, zodat er geen nieuwe enemies meer spawnen. Misschien is dit wel zo'n spawn point. Het volgende shot vind ik prachtig. De koning stelt zijn leger gerust en vertelt ze om te gaan vechten. Niet wetende dat het alleen maar Mongoblins waren waar ze tegen moesten vechten. Oh, die koning die moet zich wel heel naar gevoeld hebben in zijn laatste momenten. Zelda kijkt omhoog tijdens de laatste battles. Want dat zie je aan de achtergrond. Het gaat helemaal los. Ze lijkt een beetje wanhopig. En op 50 seconden zien we iets heel interessants. Iets wat we al dachten met z'n allen, maar nooit hebben gezien. Ken je die grote pilaren nog om Hyrule Castle met die rode vlekken erin? In dit shot zie je dat de Guardians daaruit zijn gekomen. De Guardians zaten daarin opgeslagen en komen daaruit. Ze springen eruit en zijn ready voor de battle. In het volgende shot zien we de koning en drie anderen. Twee die we herkennen, dat zijn Zelda en Link. Prachtig shot trouwens, met die lichtinval. Echt fantastisch. Maar wie is die derde persoon? Zie je dat hoedje? En zie je de witte haren? Dit kunnen maar twee mensen zijn. Of dit is Pura, of dit is Impa. Zou het Impa zijn? Want Impa is degene die het verhaal zo goed kan navertellen. Oh, dit wordt zo cool. En dan een Lynel. Een van de meest gevreesde vijanden in Zelda. En wie vecht er tegen? Het is Zelda met haar Sheikah-sleet. En ze gebruikt de Stasis Ability om die Lynel stil te zetten. Oftewel, Zelda heeft de Sheikah-sleet natuurlijk ook gemasterd. En als je inzoomt, dan zie je inderdaad zo'n visual effect dat je ook zo'n Sheikah-symbool boven de sleet uit ziet steken. Super cool. Dan zien we Mipha vechten tegen een Guardian. En dat is ook pas heel laat in het verhaal. Want pas heel laat in het verhaal kwam Ganon en gingen die Guardians aan en keerden ze zich tegen de Champions. Ik hoop dat dat qua tijdlijn een beetje gaat kloppen en dat je niet al gelijk in het begin tegen Guardians moet gaan battelen, want zo is het natuurlijk niet gegaan. We zien namelijk dat de rest van de wereld hier nog best wel oké uitziet in dit shot. Dan zien we Urbosa en dit ziet er echt vet uit. Die vertraging zo, echt super nice. En we moeten nu dus ook tegen de Yiga-bende gaan vechten. Dit is een Gerudo Village. Dat kan je heel duidelijk zien aan de achtergrond en dat er meerdere Gerudo vrouwen aanwezig zijn. En die gaan die Yiga-bende eens even afslachten. En kijk even naar het zwaard van Urbosa. Electricity! Het volgende shot is het mooiste shot uit de hele game. De champions zijn klaar om te battelen. En wie neemt het initiatief? Revali uiteraard. In het volgende shot zien we Varudanya. En kijk even naar die blauwe lichten. Dit betekent dat hij nog niet corrupt is. Dit betekent dat de champions deze Divine Beasts nog in controle hebben. Zou dit kunnen betekenen dat wij met de champions en met de Divine Beasts gaan vechten tegen het kwaad? Wat? Dat zou zo vet zijn. Hier zijn ze in ieder geval nog gewoon de good guys. Dit is in de buurt van Varuta in het Zora's domein. En hier wordt ook weer keihard gevochten. En Daruk is niet in zijn gebruikelijke omgeving aan het vechten. Dit is bij de Citadel. En het zou super vet zijn als we ook meer te weten komen over de Citadel. En of we daar ook meer van gaan zien. Oh, en trouwens, zijn aanval ziet er wel echt heel tof uit. En zie je hoe die even zo naar de camera kijkt op het moment dat hij aanvalt? Ja, Daruk hield gewoon van vechten. In het volgende shot zien we Link. En jawel, hij heeft zijn broadsword ingewisseld voor het Master Sword. Dus ergens in deze game heeft hij dat Master Sword geclaimd. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan verwerken in de storyline. Hij vecht tegen iemand die elektriciteit op hem afgooit, zo te zien. Of heeft het Master Sword nu elektriciteit? We zien ook dat het regent. En dit zou zomaar een gevecht kunnen zijn op de weg dat Zelda en Link vluchten
uit Hyrule Castle. Hyrule Castle is opgegeven, niet meer te redden en Zelda en Link rennen weg. Oh man, gaan we al deze epische momenten gewoon beleven in deze game? Dit is super interessant, want Link vecht hier niet tegen Guardians. Wie is degene die hier jacht maakt op Zelda en Link? Oh man. En dan, dit is insane, dit is heftig. Want als je de shots stilzet en je ziet Urbosa hier op de grond vallen. Kijk naar die lichtgevende lijn daarachter. Dat is een elektriciteitslijn die je ziet in de Divine Beast Vanaboris. We zien het plafond van Varuta in het shot met Mipha. En je ziet ook kleine stukjes van de Divine Beast van de Rook en Revali. Dit is het moment dat de champions vechten tegen de Blights. Oftewel de eindbazen waar tegen Link moet vechten op het moment dat je een Divine Beast opgelost hebt. In het Nederlands bijvoorbeeld de Windfantoom, de Vuurfantoom. Zijn dit de laatste momenten van de champions? Gaan we gewoon beleven hoe de champions dood zijn gegaan? Moeten we die gevechten zelf ook gaan doen? We weten namelijk uit Breath of the Wild dat zij sowieso doodgaan. En dit zijn die momenten. Dit is letterlijk de lore waarvan mensen zeiden dat ze dat misten in Breath of the Wild. En al die stukjes lore gaan we dus zien in Hyrule Warriors Age of Calamity. Wie had dat verwacht, dat we waarschijnlijk meer lore gaan krijgen in een hack and slash game dan in een adventure game? Dit is een van de belangrijkste stukjes uit de trailer. Het volgende shot is niet zo heel boeiend. We zien Link en Zelda uitkijkend naar een gebied wat kapot wordt gemaakt. Maar het volgende shot. Dit is exact het moment dat Ganon de hele wereld overneemt. We hebben over al deze momenten gehoord. We hebben dit kunnen lezen in boeken in Breath of the Wild. Of in die kleine flashbacks hebben we het kunnen zien. Maar nooit het complete verhaal. En dit wordt het complete verhaal van wat er gebeurd is 100 jaar voor Breath of the Wild. Want op 1 minuut 25 in de trailer zien we inderdaad de rode zon op de achtergrond. Dit is het moment waarop alles fout ging voor Hyrule. En nadat de titel in beeld is gekomen, zien we Zelda met een traan. En met haar laatste krachten sluit Zelda hier Ganon op voor de volgende 100 jaar. En nadat die 100 jaar zijn verstreken, begint Breath of the Wild. Op 20 november is het zover. Dan kunnen we aan de slag met Hyrule Warriors Age of Calamity. Nogmaals, dit wordt geen Zelda game als Breath of the Wild. Het wordt geen avonturen game. Het wordt een game waarin je continu met heel veel vijanden moet vechten. Maar het wordt wel een game waar ontzettend veel verhaal in zit. Ik heb hier zoveel zin in. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickyTune. Zie ik je daar? Of gewoon bij de volgende video. Muzzle!